De stands of standgelden van de marktvenders van de centrale bank, niet van de centrale bank, maar wel van de centrale markt, Paramaribo, zijn aangepast. Volgens marktmeester Anil Danai waren de bedragen die werden betaald achterhaald. De venters moeten nu 1 SRD per vierkante meter per dag betalen. Danai vond het niet eerlijk dat er verschillende tarieven werden gehanteerd. Aan de hand van de grootte van de stand. Daarom betaalt elke standhouder nu 1 SRD per vierkante meter, ongeacht de grootte van de stand. Wat hebben we gedaan? We hebben gewoon rechtgetrokken van één. Iedereen gaat 1 uniform betalen. Dat is 1 SRD per dag per meter. Al is het 30 vierkante meter, al heeft hij 40 vierkante meter. Welke grootte je heeft, je betaalt gewoon 1 SRD per dag per meter. Dus dat hebben we rechtgetrokken. Er is een staatsbesluit van de president, toenmalig president, om de marktstandgelden te verhogen. Die hebben we even on hold gezet. De discussiecommissaris en de minister is nog bezig met of ze doorgaan voeren of niet. Want dat zijn hoger dan 1 SRD. Dat is in de buurt van 3 SRD 15 cent en 4 SRD per meter. Maar die is nog even on hold gezet. Maar die 1 SRD, dat wil zeggen dat iedereen nu 1 SRD betaalt. Al heb je een ruimte van 80 vierkante meter, al heb je 40 vierkante meter. Omdat het hun keuze is. Het is de keuze van de marktventer. U heeft een ruimte nodig van 30 vierkante meter. U wilt groot verkopen, u wilt meer verkopen, dan betaalt u meer. En die 55 cent, tegenwoordig is het ook achterhaald. Dus wanneer we een jaarverslag ook leveren aan de minister en zeggen van 55 cent per meter, vraagt hij me af van, marktmeester, betaalt die mensen nog 55 cent per meter op de markt? En ja, dus daarom hebben we gewoon gedaan, iedereen betaalt 1 SRD. Danai geeft aan dat de mensen die al 1 SRD betaalden geen moeite hebben met de wijziging. De verkopers die stands hebben van groter dan 20 vierkante meter en 55 SRD cent betaalden, klagen wel over deze aanpassing. De mensen die wel grotere ruimtes hadden, die hebben wel geklaagd van marktmeester, ja, plus moeten we zoveel betalen met al het kosten. Ik heb ze duidelijk uitgelegd, kijk, we zijn niet gegaan naar de staatsbesluit. We hebben 1 uniform gedaan, 1 SRD, iedereen gaat 1 SRD betalen. Dus dat hebben we gedaan, want het is oneerlijk. U wilde een grotere ruimte hebben, u wilde meer tafels hebben, u wilde meer stand hebben, u wilde uitbreiden, u wilde meer verkopen. Dus daarom betaalt nu iedereen 1 SRD. Het is 1 uniform. Alle prijzen zijn aangepast met alles, met de hoge kosten, wat we ook, want u ziet de markt, omdat centrale markt, al de markten van de overheid, werd gesubsidieerd door de overheid. Nu willen we af van die subsidie, we willen op eigen de markt draaien, want het is al, is net als een business hier, dan is een bedrijf, is een groot bedrijf, dus het kan onderhouden worden op zichzelf. Dus we willen af van al die subsidies, en we kijken naar grote planningen met de markt. Dus daar, we zijn al beetje bij beetje aan het aanpassen en kijken hoe verder welke besluit er meer wordt genomen. Behalve de standgelden heeft de marktmeester ook de parkeertarieven van het parkeren naast de markt verhoogd. Marktbezoekers betalen nu 10 SRD om daar te parkeren.